Sir Everon Jackson Hoy. Zeg ik het goed, Ruud? Everon Jackson Hoy. Jongen, jongen. Doet er niet om, hoor. Gaat aan de slag als regisseur. De GTST-ster maakt een korte film die hij instuurt voor het internationale filmfestival in Rotterdam. Everon is natuurlijk reuze enthousiast. Het is Boulevard niet ontgaan. Het klopt helemaal. Begin oktober mag ik mijn allereerste film gaan regisseren. Mijn eerste short. En daarvoor ben ik inderdaad op zoek naar figuranten die naakt durven te gaan. Het wordt een hele bijzondere film. Ik heb een hele leuke club mensen gevonden die hier aan mee gaan werken. We zijn volop met de voorbereidingen bezig en het belooft echt wel iets heel moois te worden. Dus ik hoop dat mensen zich opgeven. Het is wel mooi als beginnend regisseur dat je de camera niet in de beelden doet. Ja. Is het iets voor jou, Ruud, of niet regisseren? Nou ja, ik heb wel laatst een test gedraaid met wat collega's. We hebben een soort, ik kan niet vertellen wat, maar we hebben een hele spannende korte film gemaakt. Je collega zit hier ook altijd te zeggen, ik kan niet vertellen wat. Ja, dat is stom, het is wel heel stom. Maar ja, dan is het een beetje lullig voor hun als ze beloofd hebben niks te zeggen. Sorry? Hadden jullie kleding aan? We hadden wel kleding aan, ja. Nee, ik wil wel even zeggen dat ik het heel gaaf van Everon vind dat hij dit doet. Hij is gewoon echt een waanzinnige regisseur. Dat weten heel weinig mensen eigenlijk maar. Hij heeft ooit een pilot gedraaid, dat heeft hij Westwijk genoemd. Dat heeft hij helaas niet kunnen verkopen, maar dat zag er waanzinnig uit. En dit wordt echt heel gaaf, dat weet ik zeker.